Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering met mijn nieuwe facecam. Voor het eerst in de Rollercoaster Tycoon 3 video, aflevering 38. En dit keer gaan wij weer verder bouwen aan het megapark van ons. Ik laat even zien wat we nou hebben gebouwd in de tussentijd. Je ziet dat de attractie bijna af is, de soort van wildwaterbaan. Ik heb hier een paar torens bij elkaar gezet en de nieuwe ondersteuningen. 3 palen in 1 keer, zodat het een hele dikke stang lijkt. Maar het zijn als je kan het net niet zien, maar het zijn 3 keer palen in elkaar. En hier is de soort van splash. En de attractie wordt wat meer gedecoreerd. Dit wil ik nog gaan opvullen, want ja, hier is nog helemaal kaal. Hier wil ik nog verder wat aan doen. Het bos heb ik verwijderd omdat het lelijk was. En ik vond het er niet mooi bij passen. En hier had ik een begin van een monorail gemaakt die ik wou doen. Want ik wou een treintje, vind ik zo cliché. Dus ik had zoiets van, we gaan een hele vette monorail bouwen door het park heen. We beginnen wat hoog. Gaan we door het gebied van dit, hier zo. Dan gaan we overheen. Dan gaan we langs het gebouw. Dan komen we hierboven. Dan misschien moeten we even kijken hoe het er mooi uitziet. Want we moeten natuurlijk over heel wat water heen. En dat is natuurlijk wel weer een nadeel. Maar we gaan wat doen. En dit keer zijn we natuurlijk weer een speciale gast meegenomen. En deze gast is ook weer dit keer aanwezig, net als de vorige keer. Het is onze fantastische Leroy. Yay, hallo. Hallo, Leroy. En jij hebt weer fantastische weetjes voor ons. Dit keer. De weetjes, ja. Ik ben de weetjes meneer geworden. Ja, echt, eigenlijk wel, ja. Ja, nee, ik ben nog wat dat opschrikken. Ik ga nog eens nalopen denken over weetjes. Er zijn zoveel bizarre dingen waar in het dagelijks leven waar je niet eens bij stilstaat. En dat is hartstikke interessant natuurlijk. Leuk, dat apart ook. En grappig, ja. Een whole new world, hè? Ja. Absoluut. Wisten we ook bijvoorbeeld, wat denk je dat de sterkste spier is in je lichaam? Nou, dat hou ik liever privé. Nee, dat is geen spier. Dat zou toch net. Dat hebben we niet gezegd. Ik dacht eigenlijk gewoon aan mijn armspier, maar over je beenspier, want die houdt natuurlijk heel dag je lichaam op. Nee. Nee, niet. Het is je tong. Echt? Je tong. Omdat je tong heeft het vermogen om zeg maar vacuüm te zuigen. Okay. ja, je tong. Dat wist ik ook niet. Oh, en ook van die dingen van over het menselijk lichaam heb ik hier wat grappige feitjes gevonden. Zoals dat je om het uur verlies je ongeveer 600.000 deeltjes van je huid. 600? Per uur verlies je 600.000 deeltjes van je huid. Schilfertjes. Schilfers? Dus dat komt neer op een halve kilo per jaar. Een halve kilo schilfers? Per jaar valt er van je huid af. Damn! Dus we hebben deze door, hè? Als je 70 jaar bent, dan heb je 35 kilo aan huidschilfers verloren in je leven. 35 kilo. Nou, Roy, dat wordt stofzuigen. Ja. Roy ligt er al 5 ons. Oh. En wist je dat je begint met 350 botten en dat je er als volwassene maar 206 van overhoudt? Huh? Hè? Ja? Hoe kan dat dan? Dus je begint met 350 botten als je geboren wordt als baby. En je houdt er uiteindelijk maar 206 over. Je gaat mensen geen nachtmerrie bezorgen met jouw Nee. Nee, maar dat is omdat de botten samensmelten tijdens de groei. Ah. Oké, okay, dus in plaats van dat je 2 armen hebt, krijg je uiteindelijk 1 arm. Nee. Niet zo, is dat niet een logic? Ja, of je speelt mee in de Walking Dead, dan verlies je. Ja, dan verlies je inderdaad. Zo. En wist je dat je ogen ook niet groeien? Nee, alleen je oren en je. Daar hebben baby's van die grote ogen. Schattig. Nee, dat is niet schattig. Dat lijkt me het even eens. Ja. Oh, nee! We hadden het vorige keer over Nice, hè? Oh ja, dat je dan je. Wat kon je dan kwijtraken? Ja, dat het met 160 km per uur ging, toch? Ja. Of meer, zoiets. Ja, zoiets geloof ik, ja, klopt. Dat is bizar. Echt heel snel. Oh, en nog iets heel ranzigs ook. Oh jee, ja, jongens, overdicht. Hoeveel liter speeksel denk je dat je in je leven produceert? 120. Nee, meer. Hoeveel liter?
hoeveel liter speeksel je verliest in een leven, in je leven, zeg maar. Of hoeveel je produceert, bedoel ik. Produceert? Oh jee. Hoeveel liter speeksel? Ik denk toch wel iets in. Miljoen? Niet? Heel veel. Ik weet het niet. In ja, Robby die praat met ja. Verdomme. Ja, nee, die stroomt het eruit. Je moet continu gewoon een waterval. Ja. Ja, maar je produceert toch wel heel veel. Heeft een lekbakje, heeft hij. Nee. Produceert een persoon in één leven gemiddeld 25.000 liter speeksel. Dat is dus genoeg om 2 zwembaden te vullen. Zo. Verdomme. Nee. Stel ja, maar het ligt er ook aan welke persoon. Want je hebt soms mensen die. Daar heb je gewoon. Daar hoef je geen gel meer in, zeg maar. Die praten met zoveel speeksel. Dat ja. je gewoon. Je hoeft niet eens meer te douchen, zochtens. Als je daar tegenaan praat, dan wil je graag zo'n regenponcho aandoen. Dan steek je spontaan een paraplu op. Zoiets, ja. Ja, bah. Weet jij nog weetjes, Romy? Nee, vast wel. Ja, hoe vaak een vrouw per week stofzuigt? Nou, ik zie hier in vaak? De chat. In de chat, ook in de chat wordt gezegd: in je hele leven produceer je gemiddeld 900 kilometer haar. 900 kilometer? 900 kilometer. Echt abnormaal veel. Je kan een paar keer mee de aarde doen. Ja, succes, maar ja. Nee, wacht niet. 900 kilometer. Dat is weinig zelfs. Ja, weinig. Ik dacht altijd, nee joh. Veel meer produceer je volgens mij hoor. 900 kilometer aan haar. Ja? Ja, wordt ik denk wel meer. Ja? Oh nee, wat Duco zegt, dat is wel waar. Als je al je bloedvaten in je lichaam uitlegt, dan kan je 3 keer de wereld rond. Met de bloedvaten in jouw lichaam, hè? Nee. Ja. Nee joh. Nee joh. Die zijn heel klein en minuscuul en lang en weet ik het allemaal veel. Oh. En wat iemand anders zegt, ik denk Roxanna, die zegt vrouwen zeggen op een dag 7000 woorden. En mannen nou, wel meer 2000. Hoor. Ja, Romy zegt me dat zeg je ja. Kan dat zeggen ja. Dat is echt niet waar hoor. Wel. Nee, jullie praten meer dan ik. Niet. Nou, nee. Weet je hoeveel hamburgers de McDonald's per seconde verkoopt? Nou, vertel dat eens. 75. Dus per seconde verkoopt McDonald's 75 hamburgers. Dat is al best wel weinig als je het zo bekijkt. Ja, als je ziet hoeveel ketenen er zijn. Het is wereldwijd. Maar niet iedereen neemt een hamburger. Nee, is ook zo. Nee, Sherlock. Sherlock. Oh, wow. Zullen we de monorail door de achtbaan laten gaan? Is dat leuk misschien? Wel apart denk ik, hè? Of niet? Of is dat heel gevaarlijk en val mee, hè? Ik denk dat wel vet is, dat juist. Dat kan wel, ja. Ja, maar ik kan het niet zien, maar het zal wel. Ik denk dat het wel wat heeft. I can show you the world. Weet je ook hoe hoog het kasteel is in Disneyland? Dat moet ik gokken. Dan denk ik dat wel een meter of... even kijken, hoor. Nou, sowieso al een meter of 200. 200 meter? Ja. Nee! Dat is echt superhoog. Oh, 200 meter hoog? Dat is superhoog. Even kijken. Ik ga het bij mijn arm doen. Nou, dan kom je bij de poort. Dat is dan 2 meter. Wacht, dan hebben we poortniveau. Dan nog een stuk of, laten we zeggen, 10 lagen erop. Ik zeg maar wat, 25 meter. Of nee, nog hoger. Nee. Ik denk final 60 meter. Final. Nee. 43 meter. Oh, nou, ik zat te dicht bij de rode. Ja. Nee. Weet je ook hoeveel stenen er in de Main Street liggen? Ik heb ze niet geteld. We waren al iets te korte tijd. Ja. Oh, jammer. Ja. Maar het zijn er 580.000. Zo. Allemaal dat door Walt Disney gelegd, hè? Die heeft nou een hernia. Ja. Ja, weet je hoeveel lampjes lachen, de gevels in de Main Street verlichten? Hoeveel lampjes er hangen? Oh jongens, overbelegd. Sorry, de zon. It's a beautiful day! Als we het over lampjes hebben. Ja echt hè, het licht begint ineens te schijnen hier in mijn kamer. Sure, excuus mensen voor het licht wat in één keer mijn kamer trotseert.
Hij denkt, daar zit een zielige jongen, helemaal witte gamer. Ja. Geef hem zonlicht. Geef hem gezonde vitaminen. Nou. Ja, het zijn 225.000 lampjes. Zo. Dat is echt veel. Dat is heel veel. Ja, joh. En inderdaad dat iemand in de chat zegt dat er op de top van de Mount Everest wifi is. Dat klopt ook. Nee. Ik heb het ook wel eens gelezen. Meen je ja. dit, ja? Ja. Waarom dat? Nee. Gewoon random? Of? Nee, ja, dat weet ik veel. Als je boven bent, kan je tweeten van, hé, ik ben boven, inderdaad. Denk ik, ja. Even je moeder Skype of zo. Wat, joh? Waarom? Ja, waarom? Zullen we het een keer gaan uittesten? Crew uitje. Ja, leuk. De Mount Everest beklimmen. Dat nou, vind ik ja, heel leuk. Naar jou? Naar jou. Ken je die attractie in Disneyland? In de studio's? Met die... dat je in dat soort treintje zit en dat je dan zo'n scène gaat dat er zo'n tank ontploft met vuur en dat er dan water naar beneden komt. Ja, dat is in de Hollywood tour. Ja, de Studio Trend tour. Ja, klopt. Nee, de Hollywood tour. Hollywood tour, ja. Niet! Ja, jawel! Niet! Ja, jawel. Oké. Okay. Ik ben er, ja, jullie zijn er vaak rustig aan. Maar weet je hoeveel liter water daar naar beneden komt tijdens zo'n show? Oh, dat was best wel wat liter. Ik denk dat die komt plassen hoor. 300. 300 liter, dat is net een badkuip. Een badkuip, doe normaal! Ja, daar gaat, nee! Jawel. In een badkuip gaat heel veel water hoor. Ik weet geen niet 300. Liter. 150, zo dat zijn twee badkuipen. Oké, okay, nou dan zou ik zeggen een liter of 50.000? 265.000. Zo. Nee joh. Ja, zoveel liter water. Schattig. Dat is behoorlijk wat. Ja, dat is best wel veel, ja. Ik kan wel heel veel, inderdaad. En dan ook iets leuks voor Roy. Oh. Weet je, ja, jij bent natuurlijk van de bloemetjes. Oh. Hoeveel bomen, struiken en planten denk je dat er in Disneyland Resort staan? Resort? Ja. Dat. Zeg je? Waar is dat? Wat? Disneyland Resort? Gewoon in Parijs. Disneyland, of? Ja! Gewoon een heel deel. Oké, hoeveel bomen struiken en planten? 600.000, iets minder. Minder? 500.000. Ja. 450.000. Ah, nou. Dat is, komt in de buurt. Ja. Aardig wat, ja. Ja, joh. Brand. En hoeveel bloemen denk je dat er jaarlijks worden geplant in Disneyland? Oh, dat zijn er wel veel. Ik denk dat daar wel een stuk of. Nou, het zal zijn. Ja, in de 1000 zeker wel. Houd op. 10.000. Ja, 10.000 misschien, ja. 500.000, oftewel wow. een half miljoen bloemen worden er. Jezus. Jaarlijks hoop, geplant in Disneyland. Hoop, hè? Dat worden die anderen dan ook weer weggehaald? Ja, dat denk ik. Nee, laat ze staan, dan wordt het een bloemenpark. Ja. En ook nog iets leuks. Hoe oud denk je dat de oudste bezoeker van Disneyland is? 109? 2. Bijna. 106. Oh. Nou, ik denk dat hij wel nooit... in Space Mountain is geweest. Ja, dat moet wel. Je bent nooit te oud genoeg voor Disney. En Vincent, jij mag geluk spreken dat jij niet zoveel sollicitaties krijgt voor Disneycraft als dat Disneyland Parijs per jaar ontvangt. Dat is al heel Want veel. 75.000 sollicitatiebrieven ontvangt Disneyland Parijs per jaar. Jezus. Dat is echt heel veel. En wij hadden ze nog over om te solliciteren. Ja, ik wil graag in de Donald Duck pak. Ja. Ja, maar daarom zeg ik van ja, je begint waarschijnlijk als kassamedewerker. En zoiets, schoonmaker. Ja. Vuilnisbakken legen. Dan moet je je omhoog werken. Ja. Dat denk ik. Een hernia. Ja, ik denk dat je gewoon acteurschool moet hebben. Wil jij in zo'n pak moeten? Je moet kunnen dansen, acteren. En heel veel talen kunnen natuurlijk. Frans. Ja, want je moet ook Engels. Zo lekker veel praten in zo'n pak. Ja, die mensen nee, zeggen. En wat je doet is zwaaien. Maakt niet uit of het een buitenlandse Frans is of een Duitser. Nou, dan moet je handen omhoog steken natuurlijk. Je hoeft niet per se zo'n pak, als je zo'n prinsesje bent of zo'n prins, dan moet je denk ik wel Frans en Engels kunnen en misschien Hallo, Spaans. Hallo Frans. Sorry. Dat denk ik. Ja, nou ja, dat kan je heel goed dus. Je ne sais pas? Patat mayonnaise? Patat mayonnaise. Omelette du fromage?
Nou, doe dat maar even niet. Ja, inderdaad. Hoezo niet? Nee, doe maar gewoon maar even niet natuurlijk. Du vin, du poisson. Als jij die klanten wil houden, dan... Ja, inderdaad. Zo, je kan de snelheid van die... Oh my god. Je kan die snelheid van die fucking... Van die monorail kan je over de 40 km per uur maken. Nee, die doen maar niet te veel. Wauw. Dat is gaaf. Je kan de snelheid... Ik ga hem testen en ga kijken hoe snel... Want dit is wel heel snel hoor, 22 km. Ik ga hem gelijk zachter doen. Dat is best wel echt een best wel grote getal in Disneyland. Hoeveel zou die per jaar verdienen, Disneyland? Dat ben ik heel erg benieuwd naar. Miljoenen, maar ja, nu zijn ze zo slecht bezig dat het niet echt... Dan nou niet meer echt... Volgens mij zou je dat wel ergens moeten kunnen lezen. Huh. Even kijken. Een monorail ritje. Jammer dat het geen open karretjes zijn, dat mensen echt er in kunnen zitten. Maar dit is ook wel schattig zo. Monorail door het park, leuk. Alleen er is geen tweede station. Ik weet niet of dat nodig was, tweede station. Nou, ik heb dus inmiddels intussen, toen we de weetjes hebben gedaan, heb ik even een monorail gemaakt. Yeah. En die monorail loopt gewoon een gedeelte door het park heen. Maar een beetje centraal zoals je ziet, hè. Het rode gedeelte, heel opvallend. En de rode kleur gaan we dus even veranderen, maar het was gewoon even om op te vallen. En dan gaan we de rode kleur eens even vervangen met een realistische kleur. Dan denk ik een beetje aan grijs, of monorail mag wel zo wat leuke kleuren bevatten. Het moet juist kleurvol zijn, vind ik. Ja, hè? Kleurrijk, bedoel ik. Ja, monorail is al saai. Dan moet wel een leuk kleurtje hebben natuurlijk. Paars of zo. Ja, nou ja, een opvallende, ja. En kijk, moet even kijken, de karretjes maken natuurlijk ook een ander kleurtje. Want die zien er ook heel erg raar uit dat ze zo wit zijn. Wit met wit en een leuke rode streep erdoorheen. Hoppakee. Kijk, dat ziet er leuk uit. Ondersteuning moeten we nog allemaal gaan aanpassen. We moeten allemaal customs ondersteuning doen. Maar dat duurt heel lang voordat ik het heb gedaan. Dus dan ga ik op mijn gemakje doen terwijl ik het niet opneem. En terwijl we dit doen ga ik het pad maar even verder maken. Met dit grijze pad wat te zien. Dus ik pak eventjes lang geleden dat ik rollercoaster heb gedaan. Ja, voor jullie is het dan niet lang geleden. Omdat ik natuurlijk... Omdat ik natuurlijk achter elkaar de video's al upload. Maar voor mij is het wel lang geleden. Dus ik moet even kijken waar die mooie sets stonden. Ja, het is bij jou gewoon een scrollercoaster, hè? Met ja, zo zeker. Scrollercoaster sowieso. Ja, dat is niet leuk. Nou ja. Hoezo maar niet? Je krijgt er wel wat voor terug. Ja, kwants. Maar leuk die Disney weetjes, ongelooflijk, hè? Dat kan je niet vergelijken met Efteling, denk ik. Nee, ja. Maar nou ja, ik denk dat groter, bij de Efteling ook wel bizarre weetjes te vinden zijn, hoor. Ja? Ik heb vanochtend toevallig een filmpje gekeken. Weet je wanneer door een roosje wakker wordt? Ja, over 100 jaar. Ik heb het gezien, ja. Met de magische klok waarschijnlijk. Ja, met de Efteling Reporter. Oh, zie je, ja. Over 100 jaar, over 34 jaar of zo? 2052 zou door een roosje wakker worden in de Efteling. Maar zouden ze denk je dat gaan gewoon echt doen? De pop echt dat opnieuw maken? Dat denk ik wel. Dat is echt levend. Ik vind dat wel iets voor de Efteling, ja. Ja, dat is een 100ste verjaardag. Ja. Dan, in 2052. Ja. Dus dan gaan ze daar denk ik wel wat mee doen. Maar ja, dat is nog zo ver. Tegen ja, die tijd is heel dat park mee. Weer omgebouwd. Ja, dat hoop ik. Ja, dat zal best wel, ja. Tuurlijk. Dan zit met de dive coaster en met Hartenhof wat nog komt. Hopelijk. Ja, wie weet. Ze verwachten, hè. Ja. Hartenhof moet ook nog komen, ja. Is allemaal wat. Iets waar we naar kunnen uitkijken, denk ik. Hè? Ja, nou, eerst die dive coaster, hoor. Jazeker. Dat wordt volgend jaar weer 6 keer naar de Efteling, waarschijnlijk. Nou, dat is wel leuk. Je staat dan wel weer lang in de wachtrij, maar dan weet je wel waarvoor je het doet. Ja, en die wachtrij wordt net als de Vliegende Hollander, heb ik gehoord. Ja, zo'n soort ja, thematisering. Ja, dus. Oh, dat is wel leuk. Dus ja, dan is, hoort, ja. Is het wel de moeite om daar eventjes te staan. Denk absoluut, ik. Ja, nee, zeker. Want dan heb je, als je het een paar keer hebt gezien, ik ren gewoon door de Vliegende Hollander. Ja, nu eigenlijk, ook wel, ja. Weet je, omdat je ziet het toch wel, je hebt het wel gezien, joh.
Maar inderdaad. Daar had ik pas vanochtend erover. Dat hij wat meer thematisering kan gebruiken in de Dark Knight zelf, hè? Ja, klopt. Ja, dat, dat vind ik ook wel. Ja, klopt. Dus Efteling, als je deze video kijkt. Nee. Ja, dan mocht je kijken. En voor je personeel. We hebben het niet alleen maar over Disney. Nee. Don't worry. Hou me van pretparken. Ja. De Fright Nights waren ook leuk, hè? Toch? Ja, ja zeker. Ja, Fright Nights waren ook fantastisch. Klopt. Ik vind dat zo gek dat pretparken heel veel aan Halloween doen eigenlijk. Terwijl dat in Nederland helemaal niet zo wordt gevierd als in Amerika. Nee, klopt. Toch? Dan vind ik dat sowieso, de Efteling heeft sowieso weinig enge attracties zoals spookhuisjes of zo. Uh-huh. Ja, het spookslot is ook niet echt om te zeggen van nou, daar kom je beperend uit. Ja, nee, inderdaad. Ik had liever zoiets als Phantom Manor willen zien in Disney, in Efteling. Ik denk dat ze als een Dark Ride doen, misschien dat ze dat in de toekomst nog gaan doen, een spookhuis met karretjes. Ja, dat is niet echt de Efteling, hè? Sprookjes, ja. Ja, maar Disney vind ik het dan ook, ja. Nee, is ook zo. Ja, ze doen ook niet aan Halloween, dus. Nee, klopt. Ja, daarom vind ik dat zo. De Efteling gaat meteen over. Dan denk je zo snel een spookhuis maken. Maar ze zaten wel om te denken, volgens mij. En ze gaan direct over naar de Winter Efteling. Ja, klopt. Maar ja, dat is wat de Efteling heeft, dat hebben andere parken niet. De Efteling is gewoon heel het winterseizoen geopend. En andere parken gaan gewoon na de Halloween dicht. Nou jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het leuke gesprek. En ook een beetje leerzaam natuurlijk. En wil je meer van zulke gesprekjes? Kijk, dat is natuurlijk voor mij fijner, want ik ben lekker aan het bouwen. En geconcentreerd bouwen, dan hou ik soms mijn klep dicht. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En graag een like voor Leroy en Roby. En zie je volgende keer terug in een nieuwe video van Rollercoaster.com. Roller, scroller, droller, stroller, tycoon. Moddercoaster. Modder, ja. Ja.